Kees Kleingeld, voorzitter CKV Oranje-Wit en ook voorzitter van het organisatiecomité wat het Nederlands kampioenschap C-jeugd voor de hoofdklassers organiseert vandaag. Het vraagt wel veel voorbereidingen. Ja, we zijn natuurlijk al een paar maanden bezig. We hebben 8 teams hier die om het kampioenschap spelen. Nou, dat betekent dat je vooraf natuurlijk wil dat iedereen naar de zin heeft en dat je je gasten zo goed mogelijk ontvangt. Nou, dat is aardig gelukt. We hebben zo'n 600-700 man nu in huis. En een beetje mazzel met het weer, omdat het voetbal afgelast is. Dus parkeren was vandaag geen probleem op het complex Stadspolders. Maar iedereen heeft het naar zijn zin. En dat merk je aan de sfeer in de hal. Als we naar, het is de C-jeugd hè, die speelt, hoe is het, welke ploegen doen eraan mee, weet je dat? 8 teams uit heel het land, Drachten komt uit Drachten uiteraard, DSC Eindhoven, aantal ploegen rondom De Haag, Die Haag, HKV Ons Eibenest en Fortuna die uit Delft komt. We hebben nog SKF uit Veenendaal, Tempo, Alfa aan de Rijn en heb ik ze allemaal gehad? Volgens mij wel. Maar in ieder geval 8 prima teams. Oranje-Wit heeft natuurlijk ook C-team. Dit jaar er niet bij. In de middenboot geëindigd, dus net niet. Maar ook ons C-team speelt in de hoofdklasse. Volgend jaar gaan we natuurlijk weer voor het kampioenschap. Onze A1 speelt wel om de play-off vandaag in Driebergen. En dat is een wedstrijd in de Ziggo Dome en dan praat je over de finale voor de A-jeugd voor 13.000, 14.000 toeschouwers. Dus dat hebben we ook nog vandaag als Oranje-Wit. Dus het is een drukke, maar sportief en spannende dag. Ja, de laatste vraag heeft dan niet te maken met Nederlands kampioenschap, maar inderdaad met Oranje-Wit. Hoe gaat het met Oranje-Wit? Prima, een stijgende lijn. Ons eerste heeft ons gehandhaafd in de overgangsklasse. Dat was de doelstelling. Nou, net ik al zei, A1 jeugd was doelstelling play-offs. Hebben ze gehaald. Ja, en we zijn natuurlijk nog steeds een fantastische club. Met 600 leden, heel veel jeugd. Dat prima naar ons zin heeft. Bij ons naar het zin heeft. En we gaan natuurlijk gewoon met... heel veel plezier de toekomst tegemoet. We zijn een gezonde en vitale club. En hopen op een nieuwe accommodatie binnen een paar jaar. Wat ga je door je heen, nou dat je gewonnen hebt? Van alles. Van alles? Ja. Je bent een echte kampioen. Ja, dat is de tweede keer, hè? Tweede keer? Ja. En hoe is het nou vandaag gegaan? Hoe zijn jullie tot deze prestatie gekomen? We hebben met z'n allen, we zijn met z'n allen gaan werken. En op een gegeven moment kom je er en dan denk je, ja, we zijn al tweede van Nederland. En dan komt er nog een verlenging en dan komen die strafworpen. En dan denk je, ja.
En dan win je. Ja. Ging die van jou in? Ja. Ja. Nou, gefeliciteerd. Dankjewel.